Studenten TV heeft nu 829 likes op onze Facebook. Het gaat echt. We worden zo populair. En er is één vrouw, Yvonne van Zijl. En zij liked alles wat wij doen. Elke foto, elk bericht, elk filmpje. Yvonne, die klinkt op het duimpje, vind ik leuk. Maar niemand van ons van STV kent Yvonne eigenlijk. Dus wij, Keta en ik, gaan op zoek naar Yvonne van Zijl. Bestaat ze echt? Of is het een catfish? En is het eigenlijk onze eigen Suhail? Onze laatste geposte video is de teaser van Electronic Family. We hebben 6 likes, waaronder Yvonne van Zijl. Nou, dus Yvonne. Ze woont in Alphen aan den Rijn en heeft maar 23 vrienden. Dat is al een beetje ongeloofwaardig. Nu ga ik kijken via Google Image Search of ze wel... Dit werkt niet. Ah, we krijgen wel dit. Marianne Weijers. Marianne Luinstra. Wat is dit? Sophia Dusnik Rokjevink. Weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga er denk ik toevoegen op Facebook. Als vriend. Kijken of ze me gaat accepteren. Woehoe. Ik vind het irritant dat we verder helemaal niks... Van haar weten. Ja. Kunnen we de school niet bellen? Als ze werkt. Vandaag. Gezondheid, sorry. We gaan nu RSC opbellen en vragen naar Yvonne van Zijl. Manouk, dat jij dat niet durft trouwens, hè? Welkom bij ROC ID College. Goedemiddag, ROC ID College. Met wie spreek ik? Met Trisha. Francisco. Ik heb een afspraak met Yvonne van Zijl straks om 3:00. Maar ik heb de locatiegegevens niet goed doorgekregen. Dus ik dacht, als ik bel, dan meer kans dat ik weet waar ik moet zijn zometeen. Ik ga even doorverbinden. Moment, graag. Ja. Trisha? Ja? Ik kan haar niet bereiken op dit moment. Oh. Als je om 3:00 hier bent, dan gaan we wel zoeken waar ze is. Dan meld je je bij de infodesk. Oké, prima. Ja? Ja. Goed. Dag, tot hoor. Dag. Oké, nu moeten we om 3:30 zijn bij het ROC. Hopen dat ze er is en dat ze les heeft. Ja, laten we dat gewoon doen, hè? Ja, op naar Alphen. Hey! Hey. Je hebt wel gezegd dat je Yvonne van Zijl niet kent. Jawel, we vroegen of je haar kende. Hè? Ik geloof je niet. Wat doe je? Nou, Flora zegt dus dat Yvonne van Zijl zijn moeder is. Wat is dit? We hebben het zo vaak in de groep gegooid. Maar hij zegt dus dat hij nooit heeft ontkend dat het familie van hem is. We gaan dan gewoon naar Flora's huis en dan geven we een bloemetje wel gewoon aan hem. Want hij heeft alles helemaal verpest. Ik had helemaal zin in om naar Alphen aan den Rijn te gaan. Nou, en Yvonne, die weet er dus van wat we allemaal van plan zijn. Omdat Floren dat gewoon aan haar heeft verteld. En ze wil niet dat we komen. Dus dan dachten we, dan maak het wat makkelijker voor onszelf. Dan gaan we ons bloemetje, wat wij aan Yvonne hadden bedoeld, maar aan Floren geven, dat hij het aan zijn moeder kan geven. Het is gewoon zijn moeder! Hallo! Oh jezus, ik ben dood, man. Floren? Ja. We hebben voor jou een pasje bloemen. Oh. Die moet je aan je moeder geven, Yvonne van Zijl. Oh. Omdat we van jou en je moeder niet naar Alphen aan den Rijn mochten komen, dachten we, we gaan het hier gewoon aan jou geven. Nou, daar ben ik heel blij mee. Waarom? Waarom ik niks heb gezegd? Oh, ik voelde echt super grappig. Ja, want iedereen zat het moeilijk te doen. Ik dacht, nou, ik ga even kijken hoe lang het duurt. En iedereen geloofde het. En dat vond ik daar. Dus vandaar. Je moet wel weten dat je heel veel mensen hebt gekwetst. Hoezo? We hadden toch een heel plan. Het is allemaal voor jou, Yvonne. I love my mama. I love my mama. Ooh. I love my mama. I love my mama.